aan de vooravond van een hele mooie carnaval. Burgemeester, wij zijn hier in Perron voor de sleuteloverdracht. Dat betekent volgens mij een vrij weekend. Einde verantwoordelijkheden voor u. Punt, inderdaad. Vanavond even na 19:30 dan gaat de sleuteloverdracht plaatsvinden. En dan hebben we een heerlijk vrij weekend. Alhoewel, morgenavond nog even naar de carnaval. Zondag nog even naar de carnaval, maandag nog even naar de carnaval. Maar voor de rest zijn we vrij. Oh, het is ook maar iedere keer even. Ja, precies. Ja. Ik ken die eventjes wel. Ja. Tot je weer naar huis gaat, hè. Goedenavond, ik ben Prins Rens den Urste van de CV De Ossendrijvers uit Sterksel. Dit is mijn vrouw Prinses Sarah. En onze leus is... Koud of niet, feest met ons mee en geniet! Os of koeien, loeien! Os of koeien, loeien! Os of koeien, loeien! Natuurlijk gastheer hier in Perron met de Hei Bessems. Tot nu toe, hoe sta je ervoor? Hoe is het geweest voor jou? Ja, tot nu toe is het hartstikke geweldig geweest. En ik heb er super veel zin in en ik ga er een mooi feestje van maken. En Jelte, jij bent jeugdprins bij de Hei Bessems. Jullie hebben een schitterende Jel. Maak hem eens horen. Hei of geen Hei Bessems! Welke gaan we zingen met z'n allen? Hutje op de Hei. Ja. Nou, dan... Die ken ik niet, maar dan gaan jullie zingen. Hutje op de Hei, allemaal, hè? Ik tel af. Zijn we erbij? 1, 2, 3. In het hutje, hutje, hutje op de Hei. Komt de Polonaise wel 20 keer voorbij. Dan gaan de mensen snappen en zijn van de partij. In het hi-ha-hi-ha, hutje op de Hei. Ik ben trots op jullie. Hoe bevalt het tot nu toe? Geweldig, in één woord geweldig. Ik ben er klaar voor, want er komt natuurlijk een zwaar weekend aan. Ik ben er altijd klaar voor. En ik weet niet wat het zware weekend is, misschien het weer, maar bij ons in de tent niet. Dan ga ik het gewoon los. En mag ik jullie dan vragen, wat is jullie leuze? Het klinkt als muziek in mijn oren. Hezen, laat je horen! Hei Bessems is natuurlijk de jeugdcarnavalvereniging van Hezen. Een volledige raad staat hier. En die raad die kan die kreet heel erg goed. Dus ik tel tot 3 en dan zeggen we de kreet. Ik zeg 1, 2, 3. Bessem! Ook de Akkertoets is natuurlijk een carnavalsvereniging. Zijn koninklijke hoogheid staan hier. En de volledige naam van deze koninklijke hoogheid is... Prinses Suus Tennister de Nuste. En van jou? Jeugdprinses Kiki. En Bark, jij moet het allemaal... binnen de perk houden? Ik mag als adjudant alles goed verloopt, ja. En hoe lastig zijn het de dames tot nu toe? Tot nu toe valt het nog wel mee, maar we zijn er nog niet, hè. En hebben jullie ook een kreet? Akker of geen akker, toeter! Wie ben jij? Thuis. En hoe ben jij verkleed? Als van je twee armen. Ik vind jou mooi. Vind jij jou ook mooi? Dan denken wij hetzelfde over. Ga je lekker carnaval vieren? Hup dan.